vandaag voor jullie een nieuwe video. Ik heb namelijk mijn koffer ingepakt voor Ibiza in deze video. Ik heb het al ingepakt, maar ik had nog geen intro gefilmd. Vandaar dat ik het nu eventjes film. Ben je benieuwd hoe ik mijn koffer inpak? Blijf dan vooral kijken. Oké, de koffer bestaat uit twee vakken. Eentje met zo'n elastieke band en eentje met een flap. Hier ga ik al mijn kleding in doen. En hier ga ik gewoon de rest in doen. Sorry voor als je de stofzuiger hoort, want mijn moeder is aan het stofzuigen. Ik ga beginnen met al mijn make-up en verzorgingsdingen. Ik heb het even verzameld in dit mandje. Want ik reis natuurlijk alleen met handbagage. Dus de liquid dingen die moeten apart. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik heb dit doorzichtige tasje voor alle liquid dingen. En hier kan gewoon de rest in. Deze is van LAX en deze is van de Etos. Dus dat ga ik nu eventjes onderverdelen. De regel bij Transavia, of volgens mij bij alle handbagage, is gewoon: een verpakking mag uit minimaal 100 milliliter bestaan. En je mag in totaal een liter aan vloeistof meenemen. Dus volgens mij heb ik dat wel. Dus dat ga ik zo meteen nog eventjes nakijken. Maar eerst ga ik het verdelen. Dit zit nu allemaal ingepakt. Ik weet niet of ik het echt zo ga laten liggen. Ik denk het wel gewoon. Ja, volgens mij heb ik ook alles. Als ik iets vergeten ben, dan kom ik er snel genoeg achter. En kan ik dat altijd later er nog in stoppen. Nu gaan we over met de accessoires, ondergoed, bikinis en dat soort dingetjes. Wat ik altijd doe met mijn handbagage is gewoon mijn ruimte gewoon zoveel mogelijk proberen te benutten. Ik wil namelijk heel erg graag deze tas mee. Maar die neemt natuurlijk al best wel veel ruimte in beslag. Maar wat ik dus doe bij deze tas is, ik doe het hengsel er gewoon in. En al mijn ondergoed en sokken, die doe ik dus in dit tasje, zodat het en het tasje mooi blijft. En ik gewoon alle ruimte gebruik die ik dus heb. Ja, je BH's passen hier natuurlijk niet in, maar onderbroeken, sokken en zo, dat gaat hier allemaal prima in. Dus dan doe ik de dustbag eromheen, zodat de tas gewoon mooi blijft. Zo, oh, andere touwtje. Zo, dan maak ik hem zo klein mogelijk. En dan, nou, staan gaat niet lukken. Maar dan leg ik hem hier zo aan de zijkant neer. Zodat deze gewoon zijn eigen mooie plekje heeft. Heb ik ook nog deze haarband die ik mee wil. Nou, die is zo klein. Die prop ik hier gewoon aan de zijkant tussen. Ik heb natuurlijk ook nog een paar bikinis. Ik ga maar 2,5 dagen. Maar toch vind ik het leuk om verschillende bikinis en badpak en zo mee te nemen voor foto's. Als allereerst deze van My Jewellery, dat badpak. Gewoon een zwart bikini broekje. Deze bikini top van Reinders. En deze rode bikini top van de H&M gaat ook mee. Dus die ga ik nu eventjes klein maken en een mooi plekje voor geven. Zo, dat zit hier nu ook. Ik wil ook nog mijn steltang meenemen, maar die ga ik straks nog gebruiken. Maar die kan hier gewoon mooi op. Wat ik hier ga doen, weet ik nog niet. Kom ik straks denk ik wel achter. Ik ga nu in ieder geval verder met de kleren. Oké, ik heb hier achter me wat kleding liggen die ik mee wil nemen. Het is echt veel en veel te veel voor 2,5 dag. Maar ik ga gewoon even kijken wat ik meeneem en wat niet. In ieder geval wil ik dit shirtje mee. Van Gsus Louise is deze. Die vind ik gewoon heel erg leuk voor het uitgaan, maar ook gewoon voor overdag. Dus die gaat sowieso mee. Ik moet ook nog even kijken of ik het ga oprollen of gewoon neerleggen. Ja, ik denk dat oprollen wel gaat. Of neerleggen bedoel ik. Dan dit rokje van de Zara wil ik sowieso mee. Die wil ik echt sowieso mee. Die rol ik wel eventjes op. Dit shortje van Levi's wil ik ook sowieso mee. Die is gewoon lekker voor overdag daar. Dan heb ik hier 4 topjes die misschien mee kunnen voor het uitgaan. Deze wil ik eigenlijk sowieso meenemen, want deze heb ik nieuw. Van de Zara is deze, die is echt heel erg leuk. Dus die wil ik eigenlijk sowieso mee hebben. Dus die ga ik ook gewoon lekker in mijn koffer proppen. Oké, ik ga toch mijn kleding wel oprollen. Ik denk dat dat wel het makkelijkste is. Ik ben altijd zo slecht in, zeg maar, kleding meenemen voor op vakantie. Want dan denk ik, oh maar dit vind ik leuk. Oh maar ja, dat vind ik ook leuk. En zoveel ruimte heb ik gewoon niet. Want ik heb een handbagagekoffer en geen 5-persoonskoffer. Oké, deze ga ik ook oprollen. Blouses vind ik altijd moeilijk oprollen, maar oké. Zo. Dan heb ik nog 3 topjes. Alle 3 van Naked zijn ze. Maar deze wil ik sowieso mee eigenlijk. Voor overdag, voor als we wat gaan doen of zo. Dus deze ga ik als eerst even oprollen. Misschien dat ik hem straks nog eventjes moet strijken. Dat weet ik niet, maar dat kan natuurlijk ook gewoon daar in het hotel. Neem ik aan. Deze is trouwens van de Zara, maar al van 1,5 jaar geleden. Dus deze hebben ze denk ik niet meer. Prop ik hier het hoekje in zo. Ik hoop trouwens dat jullie alles een beetje goed kunnen zien. Maar dat zal wel. Oh ja, dit hoekje wil ik mee. En ik heb trouwens ook, ik vlieg met mijn flarebroek aan en een trui. Dus ik heb sowieso ook een flare voor het uitgaan. Stel dat het in de avond nou echt heel erg koud is of zo. Heb ik ook die altijd nog. Even kijken. Oké, flare. Ik moet echt even setjes gaan maken. Die kan leuk op die. Die kan leuk op mijn flare. Maar kan ook op het panterrokje. Deze vind ik wel heel leuk. Maar deze nieuwe vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ik neem deze mee. Even dit losmaken. Weet je, en deze dingetjes wegen niks. Dus op zich maakt het niet echt uit als ik het bij me heb en het niet draag. Maar het liefst neem ik natuurlijk gewoon allemaal setjes mee. Alleen daar had ik nog niet echt over nagedacht. Dus ik heb nog niet echt setjes gemaakt eigenlijk. Oké, en dan wil ik deze ook mee. Want deze lijkt me wel heel erg leuk op mijn panterrokje. Of is dan deze leuker voor op mijn panterrokje? Dit is zeg maar helemaal van dat mesh spul. En deze is een beetje doorschijnend. Oké, deze wacht nog even. Want ik weet nog niet welke ik van deze mee wil. Oké, ik had even de camera uitgezet. En moest even nadenken over mijn setjes. Want ik was nu echt van alles in mijn koffer aan het gooien. Wat helemaal nergens op sloeg. Ik heb nu even in mijn hoofd setjes gemaakt. Dit, dat Savage shirtje kan met mijn Levi's shirtje. Deze top die hier ligt, die kan met mijn flare. Deze kan met die. En dan heb ik hier achter natuurlijk nog mijn panterrokje liggen. Als ik die overdag wil aantrekken, heb ik hier gewoon een simpel zwart shirt die daarbij kan. En wil ik hem aantrekken als we uitgaan, heb ik hier deze off-shoulder body. Of off-shoulder, gewoon een body met 1 mouw. Die vind ik daar heel erg leuk bij, dus die neem ik ook mee. Ja jongens, ik weet, ik neem echt veel en veel te veel mee. Maar ik wil gewoon keuze hebben als ik daar ben. En misschien wil Jane ook wel wat van me lenen. Dus dan heb ik in ieder geval meer dan genoeg. En het past gewoon allemaal. En qua gewicht zal het ook niet heel veel uitmaken. Dus dat. En dan als laatste, als ik een shirtje of iets nodig heb, nog deze. Ook van Gsus Louise. En daar staat Vava Voom op. Dus die neem ik ook nog mee. En dan heb ik denk ik wel zo'n beetje alle kleding die ik wil hebben. Ik heb dan 1 lange broek, want ik heb gekeken naar het weer en het wordt er gewoon 26 graden. Dus ik denk niet echt dat ik een lange broek nodig heb. Maar ja, ik heb hem in ieder geval wel bij me. Straks weer ook voor in het vliegtuig. Wat ik hier alleen nog zo meteen bij ga doen zijn dus mijn BH's. En dat is het denk ik wel. Dus deze kan nu dicht. Dan heb ik nog deze dunne handdoek. Die doe ik even bij mijn kleding erbij. Want ze hebben daar in het hotel wel handdoek. Maar ik weet niet of je die ook mee mag nemen naar het strand. Dus die leg ik gewoon op mijn kleding. Die handdoek is niet zo dik. Dus dat is top. Dat is zo'n hamam handdoek, weet je. Dus die. En ik doe in het vliegtuig doe ik mijn Sendra's aan. Maar ik wil eigenlijk ook heel graag deze schoenen meenemen. Ik moet eigenlijk even plek maken daarvoor. Denk ik een beetje. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik ga ze wel in de dustbags doen, zodat ze gewoon mooi blijven. En dan ga ik even ruimte voor ze maken. Oké, Oké, hier bewaar ik het plekje om mijn camera te doen. En dan doe ik mijn bikinis en zo ook gewoon aan de andere kant. Dat is misschien wel makkelijker. Even omdraaien. Dan leg ik er gewoon zo op. Dit haarbandje hier aan de zijkant proppen. Bikini broekje. Deze bikini top. En dan deze. Dan heb ik ook nog een BH. Ik neem er gewoon eentje mee, want ik doe er morgen ook één aan. Ik ben er maar 2 dagen, dus dat is genoeg. Zo, en dan kan deze kant, denk ik, in principe dicht. Zo. Het enige wat er nu aan deze kant nog bij moet komen is mijn steltang. Mijn camera. Ik heb echt het gevoel dat ik wat ben vergeten. Maar wat kan ik vergeten zijn? Schoenen, tasje, make-up, douchespullen. Hier zit ook ondergoed en sokken in. BH's, kleding. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Volgens mij heb ik alles. Dus ja, de laatste dingetjes moesten er straks dan natuurlijk nog in mijn steltang en mijn camera. Maar daar ben ik nu mee aan het filmen. Dus dit was het eigenlijk wel, denk ik. En ik was bijna mijn riem vergeten. Die mag ik uiteraard niet vergeten. Die ga ik even tussen mijn kleding stoppen. Zo, dat die mooi blijft. En ik heb hier nog even watjes bij gedaan, want ik had nog geen watjes. Maar voor de rest heb ik volgens mij wel alles zo. Nu ga ik even de laatste dingetjes in mijn tas doen. Dan neem ik nog deze tas mee. Deze is van Michael Kors en kan je zeg maar om je schouder doen en zo. Wat hierin gaat is mijn telefoonoplader, cameraoplader, mijn oortjes komen erin. Die heb ik nu eventjes niet, die heeft Miel even. Maar die komt straks, dus dan kan ik die erin doen. Telefoon gaat erin, paspoort en mijn pasjes. En ja. Oh ja, een vliegticket natuurlijk. En dat is het denk ik wel wat ook hierin gaat. Ik heb echt het gevoel alsof ik wat ben vergeten. Maar volgens mij heb ik alles gewoon. Dit was dus hoe ik mijn koffer inpakte. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Ik heb alleen mijn Isabel Marantz eruit moeten halen. Want mijn koffer was te zwaar. En ik heb nog bij mijn poeders wattenschijfjes gedaan. Zodat ze niet zouden breken, mijn poeders. Voor de rest is alles eigenlijk hetzelfde gebleven. Vonden jullie het nou een leuke video? Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei doei!